Goedenavond allemaal, mijn naam is Ilk Kerjic. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik lid voor het communicatieteam voor Nederland. Wij verzorgen de communicatie. Wij delen alle nieuwsberichten die er vrij worden gegeven vanuit het fonds SkyWorld Community, dan wel Unitsky String Technologies. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter en daar kom ik later in deze presentatie op terug. Het milieu is een hot item op dit moment. Dat wil zeggen dat er veel uitvindingen worden gedaan om te kijken of ze het milieu een stukje beter kunnen krijgen, om het klimaat een stukje terug te dringen. Dus eigenlijk simpel gezegd om het klimaat een stukje beter te maken. Het zijn heel veel goede uitvindingen, daar hoeven we niet moeilijk om te zijn of om te doen. Maar het zijn natuurlijk ook uitvindingen die het lange na niet gaan halen bij de uitvinding waarover ik jullie binnen enkele minuten ga vertellen. En dat is de uitvinding van Anatoly Unitsky, wat velen van ons nu kennen onder de noemer Unitsky String Technologies. Anatoly Unitsky is medio 1978 begonnen om zijn idee vorm te geven, te visualiseren, te creëren. En inmiddels zijn we nu beland bij het assembleren, certificeren en produceren. Daar kom ik later in deze webinar op terug, maar zo zie je dat om een idee echt goed te krijgen, om dat goed vorm te geven, heb je heel lang de tijd nodig. Sommige ideeën zijn goed, die halen het helaas niet. Sommige ideeën zijn fantastisch, die halen het ook niet. Maar dit is een idee wat inmiddels in de kinderschoenen staat en wat inmiddels ook door wereldwijd heel veel organisaties, heel veel overheidssystemen met warme handen wordt ontvangen en eigenlijk ook op warme handen wordt gedragen. Wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is de uitvinder, de general designer van Unitsky String Technologies. En zoals ik al aangaf in mijn vorige sheet, is hij medio 1978 begonnen met zijn idee te visualiseren en daaraan te werken. Dat is een onophoudelijk cyclus geweest van meer dan 40 jaar om te komen waar hij nu is. Daarnaast heeft hij verschillende samenwerkingen met bekende instanties als de Verenigde Naties. Heeft hij ook verschillende boeken geschreven, verschillende prijzen ontvangen voor het werk wat hij heeft gedaan. Dus al met al is het misschien op het westelijk halfrond nog een zeer onbekend persoon. Maar hoe oostelijk hier gaat op de wereld, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Maar ook langzamerhand krijgen mensen op het westelijk halfrond van onze aarde te maken met de ideeën van Anatoly Unitsky, hoe hij het ziet, wat zijn idee is om de wereld een stukje beter achter te laten. Alle ideeën die Anatoly Unitsky bedenkt en uiteindelijk ook vormgeeft en produceert en je kunt het schrik niet bedenken, moeten natuurlijk beschermd worden. Dit zijn eigenlijk van de meest simpele innovativiteiten tot de meest complexe situaties. Die worden allemaal beschermd. Dus alles wat je nu heden ten dagen ziet verschijnen van Unitsky String Technologies, dat is allemaal volledig beschermd en gepatenteerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan gaan. Dit zijn een aantal certificaten en patenten die Anatoly Unitsky met zijn team van engineers en het bedrijf Unitsky String Technologies in de afgelopen jaren heeft weten te vergaren. Dus het is niet zomaar dat ze een idee hebben gelanceerd en dat nog niet gecertificeerd of gepatenteerd is. Nee, alles wat je eigenlijk nu voorbij ziet komen en ook in deze webinar zult zien, is volledig beschermd, wordt ontwikkeld en is gecertificeerd, dan wel gepatenteerd. Dan rijst natuurlijk ook altijd de vraag van hoe zit het nou met de Europese Unie? En deze sheet is iets ouder, maar ik vind het wel belangrijk om deze met jullie te blijven delen. Omdat de Europese Unie wel degelijk op de hoogte is van het bestaan van Unitsky String Technologies. Dit certificaat met het ja-vinkje, wat voor jullie rechtsonder op jullie sheet staat, is afgegeven door de Europese Unie te Brussel medio 2018. Dus zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Dan rijst er natuurlijk ook altijd vraag 2. Wat maakt nou dat de Europese Unie niet in zee gaat met Unitsky String Technologies? Dat heeft eigenlijk heel simpel zeg mee te maken dat we in Europa te maken hebben met bepaalde afspraken. Dus om een voorbeeld te geven. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat de NS nieuwe treinen mag aanschaffen. Maar dat moet dan wel gebeuren bij een bestaande fabrikant. En in dat geval is dat een fabrikant geweest in Polen en Tsjechië, geloof ik. Maar dat zijn dus allemaal afspraken die op voorhand zijn gemaakt. Dus dat betekent voor een nieuwkomer, zoals Anatoly Unitsky met Unitsky String Technologies is, dat er simpelweg gezegd nu even geen ruimte is. Dat wil niet zeggen dat het niet in de nabije toekomst zal gebeuren, maar Unitsky String Technologies is nu gebaat bij overheden die direct de investering zouden willen doen om zijn transportsysteem aan te kopen en of aan te besteden. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies
heel veel certificaten in de afgelopen maanden gekregen. Dit certificaat geeft aan dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Dat wil zeggen dat wereldwijd bedrijven en overheidsinstanties met gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Dit is een certificaat wat terug te vinden is in een internationale database. Daarnaast is Unitsky String Technologies inmiddels verheven van een normale organisatie tot een wetenschappelijke organisatie. Dus we hebben hier te maken met een wetenschappelijke organisatie, wat wij nog steeds scharen onder de noemer start-up. Dus al met al zie je dat alles wat Unitsky String Technologies nodig heeft om eventueel te kunnen slagen, dat het eigenlijk allemaal goed zit. Dus de randvoorwaarden van Unitsky String Technologies, door middels van een x-aantal certificaten wat ik met jullie heb gedeeld, zijn goed. Dus die zijn op orde. Dus al met al kan het met een gerust hart doorontwikkeld worden en kunnen mensen dus met een gerust hart zien wat er gebeurt. En wat is Unitsky String Technologies nou? Op de foto zien we eigenlijk al kort gezegd hoe dat eruit ziet. Unitsky String Technologies focust zich natuurlijk op het transportsysteem van A naar B, om mensen te verplaatsen van A naar B. Maar het is meer en daar kom ik later in de webinar ook nog op terug. Maar op de foto zien we eigenlijk hoe dat eruit ziet. We zien een transportsysteem op die gebruik maar van het tweede niveau. Dat is een niveau waar wij normaal gesproken niet kunnen komen. Maar waarbij ze nu een stringrail hebben gecreëerd. Die zogeheten anchor supports heeft met de grond bevestigd. Intermediate supports om de stringrail te ondersteunen. Dus eigenlijk heb je een soort horizontale rail op een tweede niveau. Dus op de begane grond is er genoeg ruimte over voor mens en natuur. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken? Een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Een goedkopere manier om te bouwen. Dus het is ook vele malen goedkoper dan onze huidige infrastructuur die wij nu kennen of die reeds wordt aanbesteed dan wel gebouwd. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor zowel mens als natuur. En ik kan de lijst enkel langer maken, dat ga ik niet doen. Maar dit zijn eigenlijk de meest belangrijke aspecten van Unitsky String Technologies, wat maakt dat zij op dit moment eigenlijk de beste papieren in handen hebben als we het hebben over een innovatief transportsysteem. In het verleden heeft men natuurlijk ook al geprobeerd om verschillende transportsystemen te realiseren op een tweede niveau. Als we kijken naar de foto links, dan zien we een monorailbaan. Deze baan is gebouwd in de Duitse stad Wuppertal en gaat dus over de rivier die vernoemd is naar die stad. En het is een mooi idee, maar als we goed kijken, dan zie je dat er heel veel pilaren nog steeds in de grond staan. Dus dat het eigenlijk ook, eigenlijk, als ik praat van persoonlijke optiek, is het natuurlijk een beetje zonde van het uitzicht. Maar het is een idee, het is een manier om passagiers uit bussen te halen, zodat de snelwegen misschien iets minder volstromen. Als we kijken naar de tweede foto, dan zien we een snelweg die volledig stilstaat met files. Dit zijn eigenlijk dagelijkse praktijken die plaatsvinden in bepaalde steden over de hele wereld. Dit heeft natuurlijk niet alleen maar gevolgen dat mensen niet meer op tijd op hun werk komen, maar dit zorgt ook voor smogvorming, extra uitstoot van CO2-gassen, wat natuurlijk ook weer veel gevolgen heeft voor andere situaties. Daarnaast wordt Unitsky String Technologies nog steeds vergeleken met een kabelbaansysteem. Nou, dat is absoluut geen kabelbaansysteem. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. Dus dat wil zeggen dat er boven en beneden aan een heuvel een motor staat en daartussen wordt een kabel gespannen en aan die kabels hangen gondels. Op het moment dat een van de twee motoren storing krijgt, dan zou het kunnen zijn dat de volledige kabelbaan tot stilstand komt, waardoor dus mensen niet meer van hun plek af kunnen komen. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat een kabel losschiet van het motorwiel of van het tandwiel en dat je dus een ontsporing krijgt, wat we verleden jaar geloof ik hebben gehad in Italië met een skilift. Dus dat wil je ook niet. Maar mensen willen het vaak toch altijd kunnen behappen en vandaar dat wel dikwijls de vergelijking wordt gemaakt tussen Unitsky String Technologies en een kabelbaansysteem. Maar het is het pertinent niet. En wat is het dan wel? Unitsky String Technologies is een systeem wat beschikt over eigen motorwielen, eigen technologie. Door middel van artificial intelligence zijn de systemen die Unitsky String Technologies zelf heeft ontworpen in staat om zelf te kunnen nadenken, zelf te kunnen sturen en zelf in te kunnen grijpen. Dus mocht er een storing zijn, dan zijn er binnen het technologische aspect nog altijd extra motorwielen in staat om de module toch van A naar B te kunnen rijden, zodat passagiers op een veilige manier kunnen uitstappen.
Mocht dat niet zo zijn, dan zijn er ook mogelijkheden dat andere modules aankoppelen. En op die manier de kapotte module toch naar het eerste dichtstbijzijnde station kunnen brengen. Zodat passagiers opnieuw uit kunnen stappen. Dit is eigenlijk een van de vele aspecten die zijn bedacht om dit transportsysteem innovatief te maken. Daarnaast zijn er ook hele andere aspecten aanwezig. Dus op het gebied van veiligheid is het ook wel niet te vergelijken met een koudbaansysteem. Daarnaast beschikt het systeem over eigen accu's. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk in een onophoudelijke cyclus terecht kunnen komen, waarbij ze energie kunnen opwekken, kunnen genereren en zouden kunnen afstaan. Dus dit zijn slechts enkele aspecten van wat maakt dat Unitsky String Technologies zo innovatief is. En dit is een 2D-oppervlak van onze aarde, van onze aardbol. Hoe ziet dat eruit? Hoe zit het nou in elkaar? Nou, als we op foto 1 gaan kijken, dan zien we dat ons aardoppervlak bestaat uit heuvels en uit dalen. Dat is gewoon hoe het is. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. En wat zien we dan? Dan zien we dat de dieren die leven in een bepaald leefgebied letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen. Maar goed, wij mensen hebben de drang om eenmaal veel te bouwen. Dus wij gaan er rustig mee verder en dan komt er een fundering op. En dan zien we dat die fundering ook weer vele malen ruimte in beslag neemt dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn. En we eindigen deze bouwconstructie met een doorsnede van een spoorconstructie. Dus we hebben uiteindelijk een drietrapsraket waarbij we zijn begonnen om de grond te egaliseren. Vervolgens komt er een fundering op en daarna komt de doorsnede van een spoorconstructie op. Dus we zien een drietrapsraket ontstaan waarbij we eigenlijk vele malen meer ruimte nodig hebben dan het daadwerkelijke bouwgedeelte. Als we dat vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies, dan zien we dat de pilaren niet horizontaal zijn gebouwd, maar verticaal. Wat heeft dat voor pluspunten? Is dat je eigenlijk 95% van het aardoppervlak niet nodig hebt, dus dat je dat kunt besparen. Dus als we dan kijken naar de intermediate supports, dat zijn eigenlijk de verticale pilaren, dan zien we nog steeds dat er genoeg ruimte is voor dieren, genoeg ruimte is voor de heuvels en dalen. En hoe wordt dan zo'n stringrail gebouwd? Nou, op dit moment, voor de mensen die betrokken zijn bij dit project, die zien al foto's op social media voorbij komen van hoe zo'n stringrail wordt gespannen, hoe dat gaat. Wat ze doen is eigenlijk alle intermediate supports op zijn plek zetten, dus dat zijn de verticale pilaren. Op het moment dat het is gedaan, dan wordt de stringrail gespannen en die wordt eerst aan het begin aan de intermediate support bevestigd en vervolgens zal die dan stap voor stap, zo de hele route worden bevestigd aan de intermediate supports. Vervolgens krijg je dus een stringrail die gespannen is. Dan zouden een aantal hulpondersteuners die kunnen weg worden gehaald. Dus mensen hebben ook nog een keer de mogelijkheid om aan te geven op wat voor soort type stringrail ze willen. Op hoeveel meter zij de intermediate supports van elkaar willen hebben staan. Dus al met al kijken we hier naar een zeer vernuftig systeem. Op het moment dat de stringrail op spanning staat, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan zogeheten anchor-supports. Zoals ik net al aangaf, kunnen klanten aangeven op welke spanwijdte ze de intermediate supports willen hebben staan. Om hier een voorbeeld te geven, op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland, zowel als in de Verenigde Arabische Emiraten, hebben ze een stringrail die gebruik maakt van intermediate supports die op een spanwijdte staan van 200 meter. En vervolgens weer 100 meter tot ieder opstapstation, tot ieder anchor support. Dat is ook zo in Wit-Rusland. Op dit moment zijn ze in de Emiraten bezig om een testbaan te bouwen van 2,5 kilometer plus minus, waarbij de intermediate supports op een spanwijdte staan van 288 meter. Dus dan zie je eigenlijk al hoeveel ruimte je overhoudt op de begaande grond, hoeveel ruimte je eigenlijk weer terug kunt geven aan de natuur. Dan wordt er ook getest op het anti-derailment system en dat zien we hier in het blauwe kadertje. Dat is een zeer belangrijk systeem. Dat is het ontsporingssysteem van het hele traject. Van alle modules, dat bevindt zich onder de witte kappen. En dat is een heel belangrijk systeem, want op het moment dat dit zou falen, dan zou de ramp, een eventuele ramp niet te overzien zijn. Aan de rechterkant van jullie sheet hebben we een doorsnede van de stringrail zelf. Hoe ziet dat eruit? We hebben een railbedding, dat is het contactpunt waarbij de wielen van de modules contact maken met de bovenkant, zoals de naam al doet vermoeden. Vervolgens hebben we zes stringrails die jullie zien, dat zijn eigenlijk getwiste snaren.
Dan hebben we opvulmateriaal en dan hebben we de behuizing. En dat houdt eigenlijk de hele boel bij elkaar. Uniski String Technologies geeft de garantie af van 100 jaar op de bovenkant van de stringrail, dus op de railbedding. De modules kunnen ook nog een keer in een cyclus van een interval van plus minus 20 tot 50 seconden op dit moment achter elkaar rijden. Dus binnen die aantal seconden zijn ze in staat om met elkaar te communiceren, eventuele problemen te detecteren en eventueel oplossen. In de toekomst kan het zo zijn dat de tijd tussen de twee modules dat die kunnen rijden gereduceerd zou kunnen worden tot eigenlijk misschien 2 seconden, 10 seconden, we weten het niet. Maar de technologie zal ons daarin straks heel erg gaan helpen en ons ook laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ik sprak net over een anchor support. En een anchor support is een opstapstation. Zoals we op deze 3D-tekening zien, zien we dus een station. En als we dan kijken, zien we dat die gewoon is geïntegreerd in bestaande infrastructuur. Dus auto's kunnen nog steeds onder het station gebruik maken van de weg. En boven de weg zien we de modules rijden van Uniski String Technologies. Dan is er ook natuurlijk wat informatie over de drone. Want de drone is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek op het Ecofest van Uniski String Technologies, wat is gehouden in Marina Gorka, Wit-Rusland. Daar is hij gepresenteerd. Daarna is hij zijn testfase ingegaan. Op dit moment kan hij een laadvermogen tillen van plus minus 750 kilo. De bedoeling is dat hij 1,5 ton gaat kunnen tillen. Dat is 1500 kilo op het moment dat het is gedaan. En hij is door zijn certificeringsproces heen. Dan zal hij ook worden ingezet om commerciële trajecten te bevoorraden. Dus ook om moeilijk bereikbare gebieden toch te voorzien van anchor supports of andere materialen die nodig zijn om een stringrail te realiseren van Uniski String Technologies. We zien hier 3 verschillende typen stringrail die we op dit moment hebben. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules zowel boven als onlangs er gebruik van kunnen maken. En we hebben een flexibel stringrail. En het woord flexibel zegt het al, dat is een gebogen spoorconstruct waarbij het dieptepunt altijd lager is dan de anchor supports of dan de intermediate supports. Excuus. Dus deze module, de modules die hierop rijden, kunnen dus onophoudelijk energie opwekken, genereren. Afstaan, zo je wil. Dus eigenlijk is het een zeer milieuvriendelijk systeem. Hoe wordt energie opgewekt? Energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. En door middel van staal-op-staal wrijving komt er natuurlijk ook energie vrij. Door middel van remmingen komt er ook energie vrij. Deze energie wordt opgeslagen in een van de verschillende accu's die de modules bij zich hebben. En die kan dus later weer worden afgegeven voor consumentengebruik of net naar waar de vraag naar is. Dus ze zien dat Uniski met zijn team van engineers er eigenlijk voor aan het zorgen is dat ze een systeem kunnen realiseren wat milieuvriendelijk is en wat ook energie zelfvoorzienend is. Aerodynamica. De aerodynamica is uiteraard een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een vierkant blok creëren en daarvan uitgaan dat het dat ook aerodynamisch goed zit. Dat het ook eigenlijk de energie goed kan geleiden, waardoor het dus ook niet extra energie hoeft te kosten of hoeft te vragen. Nou, als we kijken naar de U-flash, dat is de afbeelding in jullie blauwe kader, en dan zien we dat de energie die wordt op, of die, de windcirculatie die ontstaat, dat die zowel voor als achterlangs tot een centraal punt weer bij elkaar komt. Als we dan naar de auto gaan kijken, dat is in het blauwe kadertje aan de linkerkant, dan zien we dat er achter de auto een soort windcirculatie ontstaat, en ik zal het even voor het gemak vuile lucht noemen. Dat is heel vervelend. Om je een voorbeeld te geven, vliegtuigen kunnen ook nooit achter elkaar opstijgen. Op het moment dat ze achter elkaar zouden opstijgen, dan zou het kunnen zijn dat het achteropvolgende vliegtuig in zware turbulentie terechtkomt en dat is niet prettig. Dus dat is ook zo met auto's. Dus Uniski heeft nu eigenlijk zo weten te ontwerpen dat de windcirculatie achter de modules weer tot een goed punt bij elkaar komt, waardoor er dus ook geen vuile lucht ontstaat. Dus waarbij tegenliggers of achteropvolgende modules er ook geen hinder van zullen ondervinden, waarbij ze dus ook geen extra energie hoeven aan te boren om op hun topsnelheid te blijven. De U-flash, hoe staat het er nu voor? Nou, hij is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek. Zeg, ja, 2018 op de Innotrans van Berlijn. En in 2019 heeft hij zijn eerste meters gemaakt op het testpark in Wit-Rusland. Het is wel zo dat deze module een topsnelheid heeft van 500 km per uur.
maar dat hij dat niet kan halen, omdat de baan in Wit-Rusland te kort is. Deze baan is 900 meter en hij heeft eigenlijk een baan nodig van plus minus 15 kilometer. Ik zeg altijd voor het gemak 25 kilometer, om er zeker van te zijn dat het ook genoeg is. 10 kilometer is nodig om op zijn te kunnen accelereren van 0 tot 500 km per uur. 10 km heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 km per uur te blijven. En 5 km heeft hij nodig om op een goede manier tot stilstand te komen. Op het moment dat de voorbereidingen en onderhandelingen af zijn gerond en dat deze baan ook wordt gerealiseerd, dan zou het kunnen zijn dat we ook weer een stap verder gaan in het ontwikkelingsproces van Junitsky String Technologies. Op dit moment is het wel zo dat er onderhandelingen gaande zijn in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ja, in het ene land is het iets duurder om te bouwen dan in het andere. Dus het is even kijken waar er nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Maar we hoeven er niet gek van opstaan te kijken dat we straks in twee landen, op verschillende continenten, een testbaan zullen zien. En dit is de volledige rolling stock van Junitsky String Technologies. Alle modules, behoudens de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. En ik ga zo rustig met jullie door, van boven naar beneden. Linksboven zien we de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de Unibike. De Unibike is het eerste getest en gecertificeerde model van Junitsky String Technologies. Dit is medio 2016 gebeurd, dus het is eigenlijk een heel speciaal model. Want als we nu kijken naar het logo, even als zijstraat van Junitsky String Technologies, dan zien we dat die eigenlijk is afgeleid van de Unibike. Dan krijgen we de Unicar U431T1 en de T3. Deze zijn compleet identiek aan elkaar, behalve dat bij de driedubbele versie, de T3, er plaats is voor 18 personen en bij de T1 is er plaats voor 6 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Die hebben we ook in verschillende configuratie-uitvoeringen. En eigenlijk, hoe groter die is, hoe meer passagiers erin kunnen. In de enkele versie kunnen er 12 tot 14 passagiers in. En zo kun je dat eigenlijk optellen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. In de enkele versie is er plaats voor 25 personen. De dubbele versie is er plaats voor 48 personen. En in de driedubbele versie is er plaats voor 64 personen. En dan krijgen we de Unilight. De Unilight is een lichtgewicht module, zoals de naam zich al doet vermoeden, en behoort eigenlijk toe aan de vijfde generatie rolling stock die Junitsky String Technologies heeft ontworpen. Aan de linkerkant zien we een foto van een nieuw model. Dit model zal ook binnen enkele weken, maanden getest gaan worden zodra de stringrails daarvoor klaar is. Zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus je ziet dat in de afgelopen periode, waarin Junitsky String Technologies nu bezig is met het certificeren en het creëren van de modules, dat ze ook modules hebben ontworpen die eigenlijk al beter zijn dan hun voorgangers. Ook op het vrachtvervoer is Junitsky String Technologies niet stil blijven zitten. Door de huidige pandemie, waar we nu nog steeds af en toe mee te maken hebben. En sommige landen denken dat, die hebben dat al achter zich gelaten. Goed, af en toe denk ik het ook. Ons leven is weer redelijk normaal, zullen we zeggen. Maar goed, af en toe hebben we er nog mee te maken, maar dat terzijde. Maar de vraag door die huidige pandemie is eigenlijk van het passagiersvervoer meer terechtgekomen op het goederenvervoer. Door de grote vraag is dat eigenlijk een stukje geworden die zeer belangrijk is voor Junitsky String Technologies. Dus zij hebben modules ontworpen die straks de vraag aankunnen van het verplaatsen op een efficiëntere manier van goederenvervoer. En dan kun je denken aan zeecontainers in de vorm van 20 tot 40 voet zeecontainers. Bulkgoederen die vervoerd zouden kunnen worden met de Unitruck U4431. 4131 moet ik zeggen, zo zeg ik hem goed. U4131, ja, dat is correct. Ik moet af en toe even nadenken met al die type nummers. Maar deze wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En we hebben de Unitrans. En de Unitrans, daar is zeer veel belangstelling voor, zeker voor voor landen uit Azië. Denk hierbij bijvoorbeeld uit Kyrgyzstan, als ik het goed uitspreek. Excuus als het niet zo is. Maar zij hebben zeer veel interesse voor dit soort type vervoerssystemen. Zij hebben natuurlijk ook rijke aardse, of tenminste, er zit veel goede, positieve goederen in de grond. Kom er even weer niet uit. Dat moet natuurlijk op een efficiëntere manier worden getransporteerd. Excuus, er kwam een nies, die wilde niet uit. Maar goed, dat achter ons gelaten. Ik ga verder.
Maar ze zijn dus eigenlijk met heel veel belangstelling aan het kijken voor dit soort type transportsysteem. De Unitrans zou bijvoorbeeld kunnen worden geïmplementeerd om een mijngebied te koppelen aan een overslaggebied dan wel aan een havengebied, zodat vrachtwagens niet meer moeilijk bereikbare berggebieden in hoeven te rijden, zodat chauffeurs ook hun leven niet meer op de waagschaal hoeven te leggen, zodat ze gewoon veilig kunnen rijden op goed bereikbare wegen. En dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Hier wordt het bedacht, hier wordt het ontwikkeld en hier wordt het eigenlijk leven ingeblazen. Samen met een team van enthousiaste engineers werken ze dag en nacht samen om het idee van Anatoly Unitsky vorm te geven. Uiteindelijk ook te berekenen dat het ook allemaal klopt. En uiteindelijk geeft Anatoly Unitsky nog altijd zijn eigen goedkeuring aan. Maar hier wordt het eigenlijk heel simpel gezegd berekend. Hier worden ook commerciële projecten berekend en bedacht en uitgewerkt. Zodat ze op een goede manier geproduceerd kunnen worden. Op het moment dat het is bedacht en is uitgetekend gaat het naar de fabriek. En in de fabriek wordt het geassembleerd. Dus in deze fabriekshallen die we nu op de foto zien aan de linkerkant, wordt het uiteindelijk geproduceerd. Dus hier wordt al geproduceerd voor de trajecten die nu eigenlijk zijn verkocht. Later zullen we hier meer over te weten komen. En op de foto zien jullie ongeveer hoe het assemblageproces in zijn werk gaat. Het is eigenlijk heel vernuftig. In het hoofdkantoor wordt het bedacht. Hier zijn de knappe handen die het in elkaar zetten. En op het moment dat ze iets in elkaar hebben gezet, zul je natuurlijk altijd zien dat ze weer iets hebben bedacht, waarbij ze het weer opnieuw kunnen testen. En dat hebben ze ook in de afgelopen periode gedaan. Dus tijdens het assembleren zien ze mogelijkheden om het motorsysteem, dan wel het systeem onder de witte kappen, eigenlijk nog efficiënter te maken, waarbij ze dus op een nog efficiëntere manier straks de markt kunnen betreden. Nadat het is geassembleerd, moet het natuurlijk ook getest worden. En het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein, wat Unitsky String Technologies heeft weten om te toveren tot een florerend ecologisch testpark. Dus op dit testpark is alles ecologisch. Er staan ecologische ecohuizen. Er zijn op dit moment 5 stringrailbanen in gebruik. 6, 7, 8 zijn onderweg. Maar je ziet dus eigenlijk dat er niet wordt stilgezeten. Daarnaast naast het Ecotechnopark is een eerste lijn en Anatoly Unitsky heeft medio 2020 in het online Ecofest aangegeven dat een van de eerste projecten gaat worden die operationeel en commercieel zal worden in gebruik worden genomen. Inmiddels circuleren op social media verschillende video's rond van Vietnamezen die op dit moment een tour hebben in Wit-Rusland. Ze hebben een heel mooi Champion Challenge event hebben ze gewonnen. En als reward hebben zij een tour gekregen naar Wit-Rusland. Heel mooi. Maar zij hebben eigenlijk daar de mogelijkheid gekregen om met eigen ogen te zien hoe de ontwikkeling in zijn gang gaat. En op beelden kon je dus ook al zien dat het traject naast het Ecotechnopark, wat heel straks ook belangrijk gaat worden, dat daar eigenlijk de stringrail al is gespannen en dat het opstapstation ook daadwerkelijk nu wordt gebouwd. Het traject waarvoor dat nodig is, is eigenlijk simpel gezegd is dat naast het Ecotechnopark is er een ecologisch vakantiepark. Dat heeft Unitsky daar gerealiseerd en hij wil straks met dit traject van plusminus 1100 meter, de toeristen van het ecologisch vakantiepark terug naar de parkeerplaats brengen bij het Ecotechnopark. Dus al met al zie je dat alles wat we hier op de foto zien ook een daadwerkelijk doel heeft. Daarnaast wordt er ook getest in verschillende weersomstandigheden en wij hebben te maken met kwakkelwinters en kwakkelzomers. In Rusland hebben ze te maken met hele strenge zomers, in de Emiraten hebben ze te maken met strenge zomers. Maar in Azië hebben ze te maken met moezelregens en dat zijn onophoudelijke regenbuien. Maar zij hebben wel heel veel interesse voor de modules van Unitsky String Technologies. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module van Unitsky String Technologies, in dit geval de Unibus U4210, hebben ze letterlijk onder de douche gezet. En ze hebben gekeken, blijft alles droog? Blijft het passagierscompartiment droog en blijft het elektronica-compartiment droog? Nou, dat is droog gebleven, dus deze module heeft de certificering doorstaan. Dus zou ingezet kunnen worden voor commerciële doeleinden.
Dus we zien dat ze eigenlijk op verschillende situaties testen. Ze testen ook op winterse omstandigheden, want zoals ik net al aanhaalde, in Rusland hebben ze te maken met hele strenge winters. En wat testen ze dan? Dan testen ze de verschillende type stringrails. Daarnaast kunnen ook modules gewoon in winterse omstandigheden rijden. Dus al met al zie je dat dit systeem voor verschillende klimaatdoeleinden gewoon klaar is. Dat ze eigenlijk op iedere klimaat, of tenminste ja, ieder continent met verschillende warmte- of koude situaties, dat ze daar een antwoord op hebben. In de afgelopen jaren hebben ze ook aanpassingen gedaan aan de stringrail zelf. Ze hebben isolatoren aangebracht, wat ervoor zorgt dat het geluid beter wordt geïsoleerd. Ze hebben ook ervoor gezorgd dat de spanning op een nog efficiëntere manier kan worden geleid. Daarnaast hebben ze een A- en B-kant gerealiseerd. Dat is nogal heel belangrijk, want er staat spanning op de stringrail. En die spanning moet je op een zo efficiënt mogelijke manier eigenlijk kunnen geleiden. En de energie die daarvan vrijkomt, moet je op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen opvangen. Daarnaast zijn er ook nieuwe stringrails, de intermediate supports neergezet op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Deze zullen straks ook daadwerkelijk worden voorzien van een stringrail. Maar je ziet dat al met al de bouw en ontwikkeling van het Ecotechnopark in Wit-Rusland en de realisatie daarvan, dat die niet stil blijft staan. En dit is een foto die is genomen tijdens het Ecofest van 2019. En wat zien we hier? We zien hier de Unibus U4220D2 en de U-Flash zien we op de stringrail. Dus je ziet eigenlijk hoe efficiënt het is. Aan de onderkant kunnen modules van A naar B rijden zonder dat ze op andere modules hoeven te wachten. Want de U-Flash zou datzelfde kunnen doen. Dus anders al kun je dus heel veel passagiers vervoeren van A naar B. Daarnaast wordt er ook getest. Uiteindelijk is en blijft het een testpark. Het is eigenlijk een grote showroom, maar ook een testpark. Ze hebben getest in dit geval om een rush hour, een spits te simuleren en hoe dat dan zou zijn. Dus ze hebben een aantal mensen bereid gevonden en die zijn gaan testen om te kijken of de module van Unitsky String Technologies ook daadwerkelijk doet wat er in de berekeningen is gezegd. Nou, wil je meer informatie hierover vinden? Er is een bericht van vrijgegeven en dat kun je terugvinden op www.unitsky.com of op www.ust.inc. Daar kun je een video zien met hoe ze eigenlijk een spits hebben nagebootst en wat daar voor resultaten uit zijn gekomen. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van Unitsky String Technologies, want alle modules produceren ongeveer een geluid van 85 decibel. Misschien sommige iets minder, sommige iets meer. Maar op het moment dat de module op 150 km/u voorbij komt rijden, of straks op 500 km/u voorbij komt rijden, heb je het geluid pas gedetecteerd als het voorbij is. Daarnaast is ook de stringrail geïsoleerd, dus het geluid wordt op verschillende manieren opgevangen, zodat het geen hinder zal hebben van in de omgeving. Het enige wat je misschien af en toe zult horen is de airconditioning die zal blazen, omdat het eenmaal nodig is. De motoren moeten gekoeld worden. En wij passagiers willen natuurlijk ook een koelplekje hebben op het moment dat we te maken hebben met zomerse omstandigheden of wanneer we in de winter zitten. Dat we eigenlijk een warm plekje willen hebben als we met de modules gaan reizen. Unitsky heeft eigenlijk in de afgelopen jaren tal van samenwerkingen weten te vergaren. En ik heb er in mijn presentatie een aantal voor jullie neergezet. En dit is een van de meer bekendere samenwerkingen. Dit is met het Belgische bedrijf Bekaert. En zij hebben de rollen staal geleverd die straks worden gebruikt voor onder andere de stringrail. Dat hebben ze ook gedaan in Wit-Rusland. We zien hier de haspels liggen. Inmiddels, als je op Google Earth gaat kijken, zie je die haspels ook liggen. Maar ze worden ook daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast hebben ze ook samenwerkingen met andere bedrijven. Een van de andere bedrijven is Voestalpin en nog een ander staalbedrijf. En zo zie je dat ze op verschillende manieren, verschillende continenten, samenwerkingen hebben. Ze hebben ook samenwerking met databedrijven zoals het Chinese bedrijf Lenovo. Wat wij misschien kennen van onze laptops of andere producten die we gebruiken. Maar Lenovo verzorgt eigenlijk de datavergaring voor Unitsky String Technologies. En heeft dus een compleet systeem geleverd. Dus het is ook weer een mooie samenwerking en het laat zien dat Unitsky String Technologies door verschillende grote bedrijven wordt ondersteund. Dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. En in de Verenigde Arabische Emiraten maakt Unitsky String Technologies
deel uit van het Sharjah Research and Technology Center. En op het Sharjah Research and Technology Center, het is een hele mond vol, hebben zij een vestiging, hebben ze een stuk grond gekregen. En daar maakt U-Sky Transport. En U-Sky Transport is een dochteronderneming van Unitsky String Technologies. Het valt allemaal binnen een holding. Ik zal er niet te moeilijk over doen. Maar U-Sky Transport fungeert eigenlijk als een soort promotor voor het systeem van Anatoly Unitsky. Dus in de Emiraten, wat geografisch gezien een hele goede ligging heeft, verzorgen zij eigenlijk het promotiesysteem. Zij testen ook de modules in het warme klimaat. Dit gebeurt allemaal onder toeziend oog van het Sharjah Research and Technology Center. Toeziend oog van Hussein Al-Mahmoudi, dat is de CEO van het testpark, en de Sheikh van Sharjah, die zijn allemaal persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En hoe gaat het er dan uitzien? Als we naar de foto's kijken, en dat zullen jullie ongetwijfeld al ondertussen hebben gedaan, dan zien we 3D-tekeningen en we zien originele foto's. Wat af is de lijn van 400 meter. Die is volledig goedgekeurd en gecertificeerd, dus daar kunnen mensen met een gerust hart mee rijden. Het houten ecohuis is ook volledig af en dat is het enige houten huis in de hele Verenigde Arabische Emiraten. En op dit moment is het dan zo dat er wordt getest en mensen kunnen, zoals ik net al aangaf, reizen met de modules van Unitsky String Technologies. En we zien hier aan de baan hangen de Unica U4431T1. En de T staat natuurlijk voor Tropical Version. Er staat een 0-1 op, maar ik noem het even voor het gemak, omdat het voor jullie ook heel herkenbaar te houden. Even een T-tropical versie. Hij is voorzien van witte kappen. Het is een VIP-versie. Deze module is speciaal gemaakt voor de Sheikh van Sharjah. En in 2018 was het een 3D-tekening en in 2022 is het een bestaande module. Zoals ik net al aangaf, deze is speciaal gemaakt voor de Sheikh van Sharjah. In een VIP-versie, voorzien van alle luxe en egars. Daarnaast wordt er ook getest met een soort mini-container op het vrachtvervoer. En dan zullen mensen denken, ja, maar dat is een grap, wat kan dat nou doen? Alle modules die Unitsky test, worden 5-6 keer zwaarder beladen. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail het gewicht aan kan, maar dat ook de module zelf het gewicht aan kan. Dus dat alles klopt zoals het is berekend. Dus er wordt getest op zowel goederen als op passagiersvervoer. En de testuitslagen hiervan worden weer gebruikt om opvolgende modules eigenlijk met een voorsprong hun test- en certificeringsprocedure door te kunnen gaan. En wat nu als er een ramp plaatsvindt waarbij de module niet meer van zijn plek afkomt? Dan is er altijd nog een mogelijkheid dat passagiers via een lier de module toch op een veilige manier kunnen verlaten. Maar dit is wel in hele extreme vorm, want 9 van de 10 keer kunnen modules toch door middel van aankoppeling of op eigen kracht nog naar een station kunnen rijden. Maar mocht het niet het geval zijn, dan kunnen mensen toch op een manier de module veilig verlaten. Unitsky heeft ook in de Emiraten verschillende certificaten weten te bemachtigen. En dit is een certificaat wat aangeeft dat de modules, dat de lijn van 400 meter veilig is. Dus dat gebruikt kan worden voor testdoeleinden of voor delegaties die het testpark komen bezoeken. Daarnaast hebben ze ook een ISO-certificering weten te krijgen. Dat in dit geval is het een management kwaliteitssysteem. Dat heeft ook de vestiging in Wit-Rusland gekregen, dus die zijn compleet doorgelicht. Dus al met al hebben we hier te maken met een bedrijf wat zijn papierwerk op orde heeft. Dus als ik dan terug ga naar het hele begin van mijn webinar, en waarin ik sprak over verschillende certificaten, dan kunnen deze certificaten daaraan aan worden toegevoegd. Dus al met al kijk je nu naar een bedrijf wat wordt ondersteund en wat zijn certificaten heeft gekregen vanuit op hoog niveau. Ook de vestiging in de Emiraten is wetenschappelijk. Dus ze hebben ook daar een certificaat gekregen wat dat aangeeft. Dus al met al zie je dat de hele papierwinkel van Unitsky String Technologies en de holding daarvan, dat die op orde is. Dat het eigenlijk gewoon echt is wat daar gebeurt. Dus er wordt ontworpen, daar wordt bedacht, daar wordt getest. Er worden overheidsdelegaties ontvangen. En er wordt heel hard gewerkt om trajecten verkocht te krijgen aan commerciële instellingen, dan wel aan landen.
Anatoly Yunitskiy heeft enkele maanden geleden zelf de enkelsupports voor de 2,5 kilometer lijn in Sharjah beoordeeld. Is het goed? Klopt het zoals alles is berekend? Zitten er geen scheurtjes in de constructie? Nou, het geval is dat het allemaal goed was. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de enkelsupport bevestigd aan het station. En we zien op deze foto het station, hoe dat eruit ziet. Dit is een van de twee stations voor de 2,5 kilometer lijn. Deze lijn is dus bij de intermediate supports, waarbij die een spanwijdte van 288 meter, dus dat is de lijn 4. En inmiddels zijn ze ook al begonnen om de stringrail daaraan te bevestigen. Dat zien we al voor een deel op foto 2. En als we kijken naar deze twee foto's, dan zien we dat ze een stukje verder zijn. Dus wat doen ze? Om de zoveel meter hangen ze de stringrail aan de intermediate support. En vervolgens gaan ze dan weer verder met monteren. En zo zie je dat hij als buigingen heeft. En op het moment dat alles op spanning staat, dat alles goed is, dan zul je ook zien dat hij ook weer aan de individuele intermediate support wordt bevestigd. Daarnaast wordt ook lijn 2 nu in rap tempo doorgebouwd. En dat is een containerdepot. En daar zullen straks de containers van Yunitskiy String Technologies op worden getest. Dus we kijken op de linkerfoto op het dak van container 2. Deze lijn is ook ongeveer 2,5 kilometer, kilometer lang. Deze lijn loopt helemaal door tot het Sharjah Research and Technology Center, het hoofdkantoor dus. Deze lijn zal straks ook naast dat hij zal fungeren als testlijn, zal hij ook fungeren als lijn om delegaties op een hele efficiënte manier van het hoofdkantoor naar het ecohuis op het U-Sky Transport Center terrein te transporteren. Dus we kijken hier eigenlijk naar verschillende situaties waarbij je eigenlijk al kunt zien dat er heel hard wordt gewerkt om die lijnen klaar te krijgen. En dit is een foto van de maquette die gebouwd is voor de Expo van Dubai. En wat zien we hier op deze foto? Dan zien we hier een lineaire city. Deze maquette of dit model is plus minus 11 meter lang, 3 meter hoog, weegt ook een aantal kilo's. Maar alle modules op in dit model werken. Dus mensen die de expo hebben bezocht, hebben ook de mogelijkheid gekregen om naar Sharjah af te reizen. En op die manier toch kennis op te doen van Anatoly Yunitskiy, wat zijn ideeën is en hoe hij dat voor zich ziet. Als ik het kort samen moet vatten, en dat is lang niet alles, dat realiseer ik me ook, maar dan is het systeem CO2 neutraal, energie zelfvoorzienend. Dit is goedkoper, het is eigenlijk het perfecte antwoord voor de vraag die we op dit moment hebben om ons klimaat op een goede manier een stukje terug te dringen. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Dat is eigenlijk de plek waar je back-office kunt vinden, maar ook heel veel informatie kunt vinden over Yunitskiy String Technologies. Dan krijgen we de updates. 2 jaar geleden ongeveer heeft CNN een aanvraag gedaan of zij een bericht mochten, reportage mochten maken op het testpark in de Emiraten. Want ze hadden gezien dat daar iets heel speciaals gebeurde. En dat is ook daadwerkelijk speciaals. Ik zeg dat niet om het aan te dikken. Nee, het is daadwerkelijk speciaal. Nadat CNN zijn bericht heeft gelanceerd, is er een stortvloed van aanvragen gekomen van mediabedrijven of zij ook mochten berichten over de ontwikkelingen van U-Sky Transport in Sharjah. Dus eigenlijk Yunitskiy String Technologies. Dus wat heeft dat voor gevolg gekregen? Het gevolg is dat wereldwijd op alle continenten nu is bericht over Yunitskiy String Technologies. Dus dat eigenlijk alle landen van het bestaan afweten van Yunitskiy String Technologies. Maar voor de mensen die al langer zijn betrokken bij dit project en die dat ook al op een langere termijn ondersteunen, die weten dat medio 2016, 17, 18, dat heel veel mensen, ook overheden, dit zagen als een potentiële scam. Als je nu gaat kijken op internet, dan zie je ook nog verschillende waarschuwingen. Maar verschillende overheden komen nu ook terug op eerder gedane uitspraken. En dat zijn uitspraken van dat dit transportsysteem wel degelijk een van de beste systemen is die ze kunnen implementeren binnen een huidige infrastructuur, dan wel een infrastructuur die nog moet worden gebouwd. Dus je ziet dat overheden die eerst een waarschuwing hebben afgegeven, nu langzamerhand aangeven dat dit transportsysteem daadwerkelijk een van de beste systemen is dat zou worden kunnen geïmplementeerd in verschillende situaties.
Ook op hoog niveau wordt Anatoly Yunitskiy ondersteund. Wij zien een klein tipje van de sluier. En op deze foto zien we koning Letsi III. En koning Letsi III is koning van het koninkrijk Lesotho in Zuid-Afrika. Dat is een grensdeel met Zuid-Afrika. En wat wil Lesotho? Lesotho wil eigenlijk niks liever dan een lijn hebben van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika. Zodat zij ook op een goede manier goederen kunnen transporteren van de haven naar hun eigen land. Wil je meer informatie hierover vinden, en dit is een daadwerkelijke ontmoeting geweest, dan kun je dit terugvinden op de site www.uskytransport.com. Daarnaast is ook Rwanda zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen van Yunitskiy String Technologies. En afgelopen oktober heeft de ambassadeur van Rwanda, Emmanuel Hategega, een bezoek gebracht aan het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. En die was zo enthousiast dat hij afgelopen een paar maanden terug opnieuw een bezoek heeft gebracht. Maar toen heeft hij een hele belangrijke, invloedrijke vrouw meegenomen. Dat is Claire Akamansi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, anders staat in de tekst de goede naam. Soms is het lastig met al die achternamen. Maar zij is eigenlijk verantwoordelijk voor waar Rwanda naartoe gaat. Rwanda is op dit moment bezig om Op verschillende niveaus te investeren om op verschillende manieren hun eigen land weer goed op de kaart te zetten. Dus dat hebben ze ook gedaan met de internationale luchtvaartmaatschappij, even als voorbeeld. Maar zij zijn dus ook aan het kijken voor wat zouden wij onze bevolking kunnen bieden, zodat ze ook op een goede manier van A naar B zouden kunnen reizen. Wat zouden ze hun bevolking kunnen bieden? En dit is een potentieel commercieel traject wat zou kunnen worden geïmplementeerd in Rwanda. En dat is een lijn van 20 kilometer. En ze zijn nu aan het kijken van oké, wat zijn de mogelijkheden? Hoe zou dat eruit zien? Nou, we zien hier een visualisatie op een kleine foto aan de linkerkant op jullie sheet. En welke modules kunnen we gebruiken? Ze zijn aan het kijken naar de Unilight en de Unicar. Nou goed, welke het gaat worden, dat is even afwachten. Maar als je goed hebt gekeken, heb je op de vorige foto Anatoly Yunitskiy zelf de presentatie zien geven aan die belangrijke mevrouw Claire. Op het moment dat Anatoly Yunitskiy zelf een presentatie geeft, dan wil dat heel veel zeggen. Dan zijn misschien al de voorbereidingen die wij niet weten. En ik zal niet speculeren, maar het is eigenlijk hoe het de afgelopen periode wel is gegaan. Maar dan zijn de voorbereidingen en onderhandelingen achter de schermen al in volle gang. Daarnaast wordt er ook vanuit Rusland nog steeds positief bericht over Anatoly Yunitskiy. Ondanks de huidige situatie waar we mee te maken hebben, is Yunitskiy String Technologies een internationaal opererend bedrijf. En dat wil ik wel even aangestipt hebben. Zij hebben een vestiging in Emiraten. En doordat zij die vestiging hebben, hebben zij niks van doen met verschillende situaties vanuit het westen of vanuit het oosten. Dus ze kunnen op verschillende manieren gewoon blijven opereren. En ze zijn gewoon een internationaal bedrijf wat eigenlijk niks liever wil dan commerciële trajecten verkopen. Want dat is het uiteindelijk wel. Dus ook vanuit Rusland wordt er nog steeds bericht over de ontwikkeling van Anatoly Yunitskiy met zijn Yunitskiy String Technologies. En dan het 15 kilometer traject in Dubai. Dit traject is volgens zeggen van Nadezhda Kosareva, deze informatie kun je terugvinden op de officiële kanalen, is het een van de trajecten waar Anatoly Yunitskiy nu bezig is. Dus het traject van 15 kilometer lang met 22 stops, daar zijn zij nu mee bezig. Ik weet dat er, en dat wil ik hier ook weer even benadrukt hebben, ik weet dat er video's circuleren van de visualisatie van Anatoly Yunitskiy, waarbij er wordt gesproken over het traject in Dubai. Nou, de beelden die jullie daarop zien, die zijn kloppend, die zijn van Anatoly Yunitskiy, maar de voice-over die aangeeft wat er gaat gebeuren, is niet kloppend. Dus die video die jullie zien en misschien zelf ook hebben gedeeld, wil ik hierbij even aanstippen. Klopt niet. Dus de informatie klopt niet. De informatie die jullie op deze sheet zien, dat is de informatie die kloppend is. Deze informatie kun je terugvinden op www.yunitskiy.com of op www.ust.inc. Dus daar kun je deze informatie op terugvinden. Dus deze informatie die jullie hier lezen, die jullie hier zien, dat is de kloppende informatie. De informatie die jullie hebben gezien of gehoord hebben in de video's, dan wel zelf hebben gedeeld, is niet kloppend. Dus bekijk heel goed voor jezelf wat je ermee doet. Ik kan enkel aangeven dat die niet kloppend is en dat de informatie van een van de projecten waar Yunitskiy nu mee bezig is, wat jullie hier zien, dat de kloppende informatie is.
Ik heb het iets wat herhaald, omdat het heel belangrijk is, omdat we hier ook misverstanden van kunnen krijgen. Unitsky String Technologies heeft op de afgelopen expo onder de vlag van de RTA Dubai gestaan. Dus dat is eigenlijk zeer mooi. Dus ze hebben op de expo gestaan. Mensen hebben dus de module, de Unibike, kunnen zien, kunnen aanraken. En dit is wat de RTA wil doen. Dus ze hebben dus een module gedeeld van hoe zij het zien. En met het voorgaande bericht van het 50 kilometer traject kun je eigenlijk al op twee vingers natellen wat er gaat gebeuren. Dus je ziet dat Anatoly Unitsky en dat U-Sky Transport of Unitsky String Technologies, wat voor jou het meest makkelijk is om uit te spreken, gewoon onder de aandacht blijft. En dat zij de volledige ondersteuning krijgen van de autoriteiten van Dubai. En ook in Sharjah wordt er natuurlijk niet stilgezeten. En dat heb je ook in de afgelopen sheets kunnen zien. Hussein Al-Mahmoudi die heeft aangegeven op het moment dat er tot een succesvolle certificering komt op het testpark in Sharjah, zullen de commerciële trajecten in Sharjah zelf, dus in het Emiraat Sharjah zelf, ook worden aangekondigd. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen met verschillende universiteiten. Dat is heel belangrijk, want er moeten mensen worden opgeleid die straks de ontwikkeling kunnen voortzetten en het ook kunnen ontwerpen, designen en uiteindelijk ook kunnen bouwen. Dus studenten kunnen ook nu al afstuderen op verschillende facetten. En dat gebeurt ook al, zowel in Wit-Rusland, maar ook, het gebeurt ook in de Emiraten. Dus het geeft alleen al weer al goed aan wat hier gebeurt. Dus dat ook op voor de toekomst wordt gekeken dat studenten straks werknemer zouden kunnen worden van Unitsky String Technologies. En dit is een visualisatie van een potentieel commercieel traject in Vietnam. En we zien op de foto Vladimir Maslov. Vladimir Maslov is reeds met pensioen, maar hij heeft op deze foto de ondertekening gedaan voor de entiteit Viet Transnet. En Viet Transnet is een bedrijf wat de honneurs waarneemt voor Unitsky String Technologies in Zuidoost-Azië. En in Vietnam wordt heel hard gewerkt, en ik benadruk echt met klem heel hard gewerkt, om ervoor te zorgen dat de crowdfunding van Unitsky String Technologies door blijft gaan. Daar wordt zo hard gewerkt, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En vanuit mijn stukje, om even het professionele gedeelte los te laten, kan ik enkel mijn waardering uitspreken voor de mensen die daar dag en nacht bezig zijn om ervoor te zorgen dat de crowdfunding toch door blijft lopen. Dat er alles aan wordt gedaan om Unitsky String Technologies een warm hart toe te dragen. En Unitsky String Technologies kan dus op verschillende situaties worden geïmplementeerd. En dit zou een commercieel traject kunnen zijn voor Vietnam. Dat is ook in een heel belangrijk tempelistisch gebied voor hun. En als we dan kijken naar de foto's, dan zien we dat het eigenlijk geïntegreerd zou kunnen worden in bestaande gebouwen die ze in Vietnam hebben, in de vorm van tempels. En hoe lang duurt het dan om een commercieel traject te realiseren? Nou, dat is plusminus 2 jaar als alles meewerkt. Er zijn verschillende fases, die kunnen jullie hier ook zien op de sheets. Maar al met al, als alles mee zal werken, dan kan er binnen 24 maanden een commercieel traject gerealiseerd worden. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, werk ik heel veel met augmented reality. Augmented reality is heel erg belangrijk om potentiële investeerders of participanten en investeerders in de vorm van bedrijven of overheidsorganen die belang hebben bij een systeem van Anatoly Unitsky in de vorm van Unitsky String Technologies, om dat goed te kunnen zien. Augmented reality zorgt er dus eigenlijk voor dat die mensen dus in één oogopslag kunnen zien hoe dat eruit zou kunnen zien in hun eigen omgeving. En wat doe ik? Ik laat het die mensen zien. Ik ben ook beta-tester van de applicatie AdvaHunter, dus ik sta ook in verschillende weersomstandigheden sta ik de applicatie te testen. En dat zien we op deze foto's, er zijn ook verschillende type stringrails in beschikbaar. Maar op deze manier krijg je eigenlijk mensen die een commercieel traject willen, de beste indruk, zodat ze ook op een goede manier een besluit kunnen maken. Het is heel mooi om met rekenmodules te werk te gaan en computervisualisaties te gebruiken, maar augmented reality maakt gebruik van een bestaande omgeving door middel van een kleine digitale laag die ze eroverheen leggen. En op die manier krijg je eigenlijk de beste indruk.
Daarnaast heb ik ook al aangegeven, op het moment dat je Anatoly Janitsky zelf bij een presentatie ziet, dan kun je eigenlijk er al van uitgaan dat het heel belangrijk is en dat ze heel ver zijn in de ontwikkelingen hiervan. Dit is een presentatie die is gedaan voor de autoriteiten voor het Emiraat Abu Dhabi. En Abu Dhabi heeft eigenlijk interesse getoond in 3 verschillende commerciële trajecten. Dus Anatoly Janitsky heeft die presentatie met zijn rechterhand in de Emiraten, Oleg Seretsky, hebben die samen verzorgd. Dus je ziet eigenlijk al dat er op verschillende niveaus wordt onderhandeld en dat de ontwikkelingen voor Anatoly Janitsky met Janitsky String Technologies er zeer rooskleurig uitzien. Daarnaast komen er ook nog verschillende delegaties op het testpark. Afgelopen week is er een delegatie op het testpark geweest van Zuid-Korea. En zij hebben een kijkje genomen op het testpark om te kijken wat de mogelijkheden zijn, wat zij zouden kunnen bieden. Op het moment dat een delegatie daadwerkelijk langskomt en het komt bekijken, dan zijn er al heel veel voorbereidingen achter de schermen. Die zijn al begonnen, die zijn al aangevangen. Daarnaast speelt ook de rol van het Sharia Research and Technology Center een hele belangrijke rol, want zij fungeren als hub. Zij hebben alle contacten en Janitsky String Technologies heeft het idee, heeft een testpark en zo wordt dat bij elkaar gebracht. Dus zo kunnen verschillende overheidsorganen of bedrijfsorganen toch een rondleiding krijgen, een kijkje komen nemen op het testpark in de Emiraten. Dit zijn de verschillende informatiekanalen die je zou kunnen raadplegen. De bovenste is www.skywaycapital, dat is de site waarop je je account kunt vinden en waarop je gewoon eigenlijk heel veel informatie kunt vinden over de technologie. Dan hebben we de Skype groep, dat is een nieuwe Skype groep die ik binnen nu en niet al te lange tijd ook online ga zetten. We hebben op dit moment een Skype groep, maar helaas heb ik daar niet de leiding over, het zeggenschap over en ik vind dat heel belangrijk, want ik zie nog steeds dat er heel veel negativiteit heerst en soms is het gewoon nodig om mensen even tijdelijk uit de groep te zetten, omdat je op die manier dan meer de rust krijgt. Dat heb ik, dit klinkt heel, heel banaal wat ik zeg, maar uiteindelijk is het soms gewoon soms kun je gewoon niet anders. Maar goed, we hebben ook een Telegram kanaal, daar ben je ook van harte welkom. Als een van de andere kanalen niet bereikbaar is, is er altijd nog een mogelijkheid om je op de hoogte te laten stellen van de ontwikkelingen van Janitsky String Technologies of SkyWorld Community. Dan krijgen we het persoonlijke, of tenminste een van de 2 officiële sites, dat is www.janitsky.com of www.ust.inc. Dit zijn beide de officiële kanalen van Janitsky String Technologies. Dan hebben we ook het officiële kanaal van Anatoly Janitsky zelf, dat is www.janitsky.engineer. En we hebben de Facebookgroep waarop ik dagelijks alle updates deel die vrij worden gegeven van het fonds SkyWorld Community of Janitsky String Technologies. Mocht je vragen hebben